Welkom bij de tweede video in mijn serie Pak die vrijheid terug. In deze reeks ontdek je hoe dat je kan groeien met je bedrijf, al je dromen waarmaakt en toch je vrijheid behoudt. In mijn eerste video van vrijdag, en dankjewel trouwens voor jullie vele reacties daarop, vertelde ik al hoe dat mijn leven eruit zag voordat ik freedompreneur werd. Hoe ik overwerkt geraakte en besefte dat ik totaal onmisbaar was in mijn eigen bedrijf. Dat ik helemaal niet de ruimte had om elke dag mijn goesting te doen. En hoe dat ik 4 jaar lang zocht, probeerde, experimenteerde, faalde, nog een keer probeerde om mezelf meer misbaar te maken. En ondertussen weet ik hoe dat je dat doet. Want de enige manier om jezelf misbaar te maken, dat bleek door een schaalbaar product te bouwen en dat op een geautomatiseerde manier in de markt te zetten. Voor wie mij nog niet kent, ik ben Lien de Pauw, oprichter van het Zeker van haar zaak netwerk, auteur van Get Real, voor wie elke dag zijn goesting wil doen, oprichter van de Travak Business School, een online school voor solo-onderneemsters, creatievelingen en freelancers. En ik ben het boegbeeld van een steeds groter wordende groep van freedompreneurs. Freedompreneurs zijn voor mij, dat betekent een bedrijf hebben dat mij de vrijheid geeft om te kunnen genieten van het leven. Zo maakt mijn bedrijf het mogelijk om in Spanje te wonen en elke dag de zon te zien opkomen. En kan ik vaak en voor lange tijd op reis gaan. Dit jaar nog voor een maand naar Californië en een maand naar Indonesië. In het leven is er maar één ding waar ik echt zeker van ben. En dat is dat ondernemen dé manier is om meer vrijheid te ervaren. Alleen weet ik ook dat wanneer je net start met ondernemen, die vrijheid toch niet zo vanzelfsprekend is. Want je moet allemaal nieuwe dingen leren, je wilt of je moet vaak ook alles zelf doen en het kost allemaal bakken tijd. En in het begin is dat natuurlijk leuk, want dat was net de vrijheid waar je naar op zoek waart. Zelf kunnen kiezen hoe dat je een dag indeelt, welke cursus dat je volgt en hoe dat je website eruit ziet. Maar na een tijdje slaat die vrijheid als een boemerang terug in je gezicht. Alles komt van alle kanten op je af. Er komt maar geen einde aan je ellenlange to-do-lijst en waar moet je soms in godsnaam eerst aan beginnen? Dat gevoel van overwhelm, in combinatie met elke maand je afvragen of dat je de rekeningen kunt betalen, dat voelt toch net iets anders aan dan die vrijheid die dat je had ingebeeld. En om het allemaal nog wat zwaarder te maken, vraag je steeds vaker af, is dit het nu? Pak ik het wel goed aan? Wanneer gaat die vrijheid nu een keer langskomen? Je begint te beseffen dat ondernemen veel meer is dan enkel en alleen maar doen wat je graag doet en je passie volgen. Onder ons gezegd en gezwegen, ik ga je een geheim vertellen dat iedereen die al een paar jaren onderneemt de hard way heeft geleerd. Ondernemen is net zoals leven geen ponykamp. Het is niet, en ik herhaal niet, voor iedereen. En het is ook niet gemakkelijk. En het is ook geen get rich quick carrière. Wie dat allemaal beweert, die verkoopt bullshit. Want ondernemen is een marathon, geen sprint. Het is niet rennen of verzuipen, dat is niet de bedoeling. Maar misschien is het wel de fase waar je vandaag, net zoals zoveel anderen, in zit. Ondernemen, dat is niet alleen maar je passie volgen, maar het betekent ook dat je een business te draaien hebt. Een strategie te voeren hebt, klanten moet werven, jezelf in de markt moet zetten, zichtbaar moet zijn, je administratie op orde moet hebben. Als jij, net zoals ik, alleen zijt in je bedrijf, dan ligt al die verantwoordelijkheid bij jou en bij jou alleen. En dat is een hoop om te dragen. Daarom deze tweede lesvideo. Het is een lange video, dus bear with me. Want je gaat 3 dingen leren. 1. Waarom dat je beter niet mensen begint aan te werven als je te druk krijgt. Dat heb ik zelf de hard way geleerd. En wat je dan wel kunt doen om nu meteen verandering te brengen in de rat race waarin dat je zit. En ik geef op het einde van deze video een snelle, maar effectieve oefening, zodat je terug met meer goesting en flow kunt ondernemen en jezelf naar de next level kunt tillen. Maar laat mij beginnen bij het begin.
het jaar 2010 en de harde lessen die dat ik toen geleerd heb als freelancer. Net zoals zoveel starters was ik toen vooral bezig met die volgende klant te vinden. Ik ging potentiële klanten bezoeken, in de file staan, offertes opmaken, contact houden met mijn klanten, naar netwerkevents gaan. Het was een hit-and-miss strategie die mij enorm veel tijd, om nog maar te zwijgen van de energie, kostte. Ik had er echt een hekel aan. En naast sales en marketing waren er nog dingen die dat mijn tijd opslokten en die dat ik helemaal niet graag deed. Vooral al die administratieve taken. Offertes maken, e-mails beantwoorden, facturen opmaken, betalingen opvolgen, presentaties maken enzovoorts enzoverder. Als zelfstandige vond ik het zalig om mijn klanten te helpen liever met mijn skills. Maar van al die andere dingen die bij ondernemen kwamen kijken, wel, daar liep ik heel wat minder warm van. En ik had die workload ook totaal onderschat, allicht wel herkenbaar. Dus na een paar maanden als zelfstandige en beseffen dat ondernemen ook wil zeggen dat ik heel wat vervelende dingen moest doen, besloot ik om freelancers in te schakelen. Om te verkopen, om mijn administratie over te nemen en om mijn klantenservice te verzorgen. Deze strategie liever zie ik heel wat solo-ondernemers volgen wanneer dat ze beginnen te groeien en wat extra geld hebben. Ze gaan stukken van hun werk uitbesteden. Op zich een goede strategie om te kunnen groeien, want je krijgt onmiddellijk meer vrije tijd. Maar je werk uitbesteden heeft ook een enorm nadeel. Omwille van dit nadeel zou uitbesteden nooit jouw eerste keuze mogen zijn als je zelf meer rust wilt geven. Het grote nadeel van uitbesteden is dat het gigantisch aan je winstmarges vreet. Toen ik in 2011 werk begon uit te besteden, zag ik mijn winstmarges dalen met meer dan 80%. Oké, ik deed veel minder van die vervelende taken zelf en ik had dus ook meer vrije tijd, maar ik had amper geld om mezelf nog een deftig loon uit te keren. Als ik dezelfde winst wou overhouden als voordat ik begon met uitbesteden, dan zou mijn bedrijf minstens 5 keren meer omzet moeten draaien. En ondertussen weet al hoe graag dat ik aan sales doe, hè. Sinds die ervaring weet ik 1 ding zeker. Tenzij dat je enorm snel in omzet gaat groeien, is werk uitbesteden een slecht idee voor een kleine ondernemer. Maar wat doe je dan best wel? Want je wilt wel die vrijheid terug. Je wilt graag terug bezig zijn met wat je echt graag doet. En al die vervelende dingen, daar stop je liever mee. Maar wat kun je dan wel doen als uitbesteden geen optie is? Toen ik zelf mijn broek had gescheurd aan al dat uitbesteden, ben ik beginnen zoeken naar andere manieren om het leven makkelijker te maken. En zo ontdekte ik dat Dropbox bijvoorbeeld een perfecte tool was om mijn boekhouding te digitaliseren. Ik kon van de ene dag op de andere dag vermijden om mijn schoendoos vol papiertjes elk kwartaal naar mijn boekhouder 30 kilometer verderop te rijden. Het was de eerste stap in de richting van de geautomatiseerde boekhouding die dat ik vandaag heb. De voorbije jaren heb ik mij verdiept in hoe dat je software kunt inzetten om stukken van je werk te automatiseren, zodat je steeds vaker je goesting kunt doen. En ondertussen weet ik zeker dat om jezelf misbaar te maken in je bedrijf, je je producten of diensten op een geautomatiseerde manier in de markt moet zetten. Nu wilde misschien graag nog wat meer voorbeelden horen van taken die dat ik niet langer zelf doe, omdat ik ze geautomatiseerd heb. Wel, ik kan u zeggen dat ik verkopen niet langer zelf doe, want dat doet mijn website voor mij, helemaal geautomatiseerd. Van het moment dat iemand mijn website bezoekt, betaalt en zijn factuur ontvangt, tot het moment dat die klant het product of de dienst in haar handen heeft, dat is allemaal geautomatiseerd. Daardoor is mijn bedrijf de voorbije jaren enorm gegroeid. Toen ik vroeger zelf de verkoop deed, was dat super tijdsintensief. Want ik moest gaan netwerken, offertes schrijven, contracten en facturen opmaken. Dat kostte zoveel tijd dat het fysiek onmogelijk was om meer te verkopen. Ik was zelf de rem op mijn eigen groei.
En ook mijn boekhouding vandaag verloopt volledig geautomatiseerd. Niet meer met Dropbox natuurlijk, hè. Maar het enige wat ik elk kwartaal hoef te doen, is kijken of ik betalingen heb gedaan waar dat er nog geen factuur van in de boekhouding zit. En die factuur dan toevoegen. Op minder dan 30 minuutjes, klus geklaard. Nog iets waar ik een hekel aan heb? Marketing. Ik doe sowieso al niet aan real-life marketing, zoals naar events gaan of zelf op events spreken bijvoorbeeld. Maar om een bedrijf te hebben, heb je wel klanten nodig. En om klanten te hebben, moeten mensen je natuurlijk wel kennen. Marketing is zo cruciaal voor je bedrijf dat je er elke dag mee bezig moet zijn. Daarom zet ik hard in op sociale media als marketinginstrument. Je hebt wellicht ook een Facebook bedrijfspagina of een LinkedIn profiel of misschien een Instagram account of een YouTube kanaal. Ik ook. Maar ik zou Lean the Freedompreneur niet zijn als ik ook dat zoveel mogelijk op automatische piloot heb staan. Want ik ga elk jaar meerdere maanden op vakantie, dus elke dag posten, dat zou niet gaan. Maar ik wil wel dat mijn marketing blijft doordraaien. En daarom gebruik ik een contentplanner waarin dat al mijn sociale media posts gepland staan, vaak voor maanden vooruit. Opnieuw, het zijn mijn handige systemen, effectieve structuren en de juiste tools die mij helpen mijn marketing op automatische piloot te zetten. Dankzij het stap voor stap automatiseren van mijn bedrijf draait het elk jaar systematisch meer omzet. Heeft het hogere winstmarges? En dat alles terwijl ik zelf steeds vaker mijn goesting doe. Want ik wil nu genieten van het leven en niet wachten tot mijn pensioen. Ik hoor veel solo-onderneemsters zeggen, Malien, ik wil helemaal niet minder werken of op pensioen gaan. Als ik zou kunnen, dan zou ik dag en nacht met mijn bedrijf bezig zijn. En dat is natuurlijk geweldig. En je moet natuurlijk niet minder werken als je dat niet wilt. Het gaat erom dat je op eender welk moment de keuze hebt of dat je werkt of niet. Het gaat erom dat je de keuze hebt en blijft hebben om tijdelijk even gas terug te nemen zonder dat je inkomen daalt. Of dat je de keuze hebt om er even de stekker uit te trekken, lang op vakantie te kunnen gaan zonder dat je zorgen moet maken om geld. Want het is niet geld, maar tijd dat eigenlijk ons meest waardevolle goed is. Met tijd kunnen we echt waarde creëren voor onze klanten. We hebben allemaal maar 24 uur in een dag. En als ondernemer moeten we leren om onze tijd zoveel mogelijk in te zetten op de dingen die we met veel liefde doen. En we moeten stoppen met tijd te verspillen aan taken die ons geen plezier brengen en energie kosten. Als jij jouw tijd goed besteedt aan de taken die dat je het allerliefste doet, waar dat je energie van gaat stromen en die belangrijk zijn voor u, dan kun je echt een succesvol leven leiden. En denk er nu, ja Leen, dat is allemaal leuk en zo, maar ik kan nu nog maar amper de boel draaiende houden. Waar moet ik in godsnaam dan de tijd vandaan halen om mijn eigen misbaar te maken? Om te weten te komen ja, of dat ik een schaalbaar product kan maken en hoe dat ik dat moet doen. Om te weten te komen ja, welke taken dat ik allemaal door robotjes kan laten doen en welke niet. Ik kan toch niet zomaar even alles on hold zetten? Nu, dan wil ik u geruststellen. Want je hoeft dat natuurlijk niet allemaal zelf uit te zoeken. Er zijn duizenden solo-ondernemers die u al zijn voorgegaan. Ik ben op dat vlak zelf een waar proefkonijn. Ik ben al jarenlang aan het experimenteren en uitproberen. En alleen de goede systemen, die deel ik met mijn klanten en met u. Ik deel die tools die geen hoogstaande technische kennis of super nerdy kwaliteiten van u vragen. Ik deel wat daadwerkelijk werkt en jij zet al die kennis stap voor stap in. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat uw eigen baas zijn de enige manier is om meer vrijheid te hebben. Maar je moet wel weten hoe dat je die vrijheid pakt. En dat is door een bedrijf te bouwen dat voor jou werkt in plaats van dat jij altijd maar aan je bedrijf moet werken. Zo'n automatische piloot hebben, dat is geen rocket science of complex of moeilijk. Het gaat erom dat je de basisprincipes kent. De fundamenten van hoe dat je marketing en sales, je administratie of je boekhouding automatiseert en hoe dat je producten kunt creëren die je helpen misbaar te worden.
En die fundamenten die nodig zijn om verandering te brengen in die rat race waarin dat je nu zit, die kun je leren. En het is nog nooit zo gemakkelijk geweest. In de voorbije 10 jaar ondernemen ben ik verschillende projecten gestart. Sommige zijn uitgegroeid tot iets heel moois en andere zijn gigantisch mislukt. Ik heb heel veel geleerd over wat dat wel en wat dat zeker niet werkt wanneer dat je een bedrijf wilt hebben dat je vrijheid geeft. Al die lessen zitten in één groot masterplan. Een plan dat ik door de jaren heen heb aangepast, gefine-tuned en bijgestuurd. Een masterplan dat de tand destijds heeft doorstaan, want de resultaten, die zijn er. Ik schreef een boek dat meer dan 2000 keer over de toonbank vloog, zonder een uitgever of aan boekhandels te moeten smeken om het in hun assortiment op te nemen. Ik creëerde met mijn masterplan een betaalbare abonnementsformule voor Zeker van haar zaak en binnen de eerste maand hadden we al direct 300 freedompreneurs als lid. En ik startte met mijn masterplan, de Travac Business School, op met allemaal ondernemers die mij enkel uit de online wereld kennen, mij nog nooit persoonlijk ontmoet hebben en wonen in België, Nederland, Ierland, Zwitserland, Frankrijk, terwijl ik zelf in Spanje ben. Dit masterplan werkt. Het werkte voor mijn producten, zoals mijn boek, en het werkte voor mijn diensten, zoals mijn netwerk. Het is een leidraad om mezelf telkens opnieuw misbaar te maken in mijn eigen bedrijf. En dit door enerzijds een schaalbaar aanbod te maken en anderzijds mijn aanbod op een geautomatiseerde manier in de markt te zetten. Maar nog belangrijker, dit masterplan werkt niet alleen voor mij. Het haalde ondertussen tientallen solo-ondernemers, freelancers, creatievelingen, coaches, architecten, vertalers, kunstenaars, yoga-leraren uit de ondernemers Rat Race. Zij implementeerden allemaal dit masterplan omdat ze deelnamen aan mijn Travac Business School. Daar werden ze door mij en andere experts begeleid met een structurele makeover van hun bedrijf, zodat ze hun vrijheid konden terugpakken. Tijdens Travac nemen we alle bouwstenen van uw onderneming onder handen. Van uw doelstellingen en uw strategie, uw businessmodel, uw producten en uw prijssetting, uw sales en marketing tot uw administratie. We laten niks aan het toeval over. Voor alle onderdelen van uw bedrijf gaan we samen bekijken waar dat jij misbaar kunt worden, als je dat wilt, zodat jij kunt focussen op wat je het allerliefste doet. Inschrijven voor Travac Business School kan slechts 1 keer per jaar. En de eerstvolgende en 5e editie start op 17 februari. En inschrijven kan enkel van 3 tot 7 februari. Een van de ondernemers die heeft deelgenomen aan Travac en dus mijn masterplan op haar bedrijf heeft toegepast, dat is Eva Daleman. Je kent haar misschien van de radio vroeger, of als succesvol auteur van ondertussen 4 bestsellerboeken, of je kent haar van de oprichting van de yoga studio Studio Stil, of van de veel beluisterde podcast Elke Dag Vakantie, of misschien kende Eva als organisator van Afspraak met Jezelf, met 350 bezoekers het grootste personal development event van het voorbije jaar. Eva is een echte multipotentialite, een ondernemer met heel veel verschillende goestingsjes. Voordat Eva zich inschreef voor mijn Travac Business School, had ze het gevoel van het ene naar het andere goestingske te hollen. Van alles te combineren zonder echt voor iets te gaan. Ze had heel vaak het idee dat ze maar wat aan het doen was en had het gevoel te verzuipen in alle to-do-lijsten van al haar projecten. En dit terwijl dat ze er eigenlijk van droomde om vaker locatie-onafhankelijk te werken. Nu, een Travac-deelname later, ziet het er heel anders uit voor haar. Ze is net terug van een lange campertrip met haar man en hond, waar dat ze voor Travac constant het gevoel had van het ene naar het andere te springen, is ze vandaag enorm trots op hoe dat ze al haar projecten met gemak combineert. Ze weet nu dat meerdere projecten tegelijkertijd runnen wel degelijk mogelijk is, tot zolang dat je elk project opstart met het idee om jezelf misbaar te maken en zoveel mogelijk taken automatiseert. Waar Eva er eerder niet aan durfde te beginnen omdat het ingewikkeld en technisch leek, weet ze nu, dit kan ik ook.
En het masterplan, dat zorgt ervoor dat ik vaker mijn goesting kan doen. Wil je meer horen over hoe het Eva is gelukt om vorig jaar een bestseller te schrijven en uit te geven, een event in het Thermae Palace uit te verkopen en ook nog eens een keer enkele maanden te reizen? Wel, ik interviewde haar gisteren uitgebreid over haar verwezenlijkingen van het voorbije jaar en haar deelname aan Travac. Zeker een aanrader als je zelf ook een multi-ondernemer bent, met altijd maar weer nieuwe dingen die dat je wilt doen. Dus klik op de link in de comments om het interview te bekijken. Nu, deze video is natuurlijk ook een lesvideo. Dus ik heb een oefening voorbereid waarop we van op een afstandje naar uw bedrijf gaan kijken. We gaan vaststellen welke ondernemerstaken je graag doet en niet graag doet en voor welke taken je misbaar bent en voor welke dat je nog steeds de spil bent. Je gaat eerst een lijstje maken van de belangrijkste activiteiten die je doet voor en achter de schermen van je bedrijf. Denk aan je salesactiviteiten, je eigen kennis opbouwen, naar netwerkevents gaan, vragen van klanten beantwoorden, het maken van je producten of het leveren van je diensten. Neem er eventueel even uw agenda bij om dit lijstje te vervolledigen. Nu dat je je lijstje van belangrijke taken scherp hebt, is het tijd om jezelf af te vragen: welke van deze activiteiten doe ik niet graag? Welke van deze activiteiten zijn de grootste tijdsverslinders? En welke van deze activiteiten kosten mij veel energie? Onderstreep die met rood of zet er een groot uitroepingsteken naast whatever, maar zorg dat je ze heel goed kunt zien. Hoe zou het voor jou zijn om die taken die dat je aangeduid hebt, niet meer of nog maar zelden te hoeven doen? Beeld u dan een keer in. Wat zou je doen, of wat zou je doen met al die tijd die dat je plots over hebt als je de dingen die je niet graag doet, niet meer hoeft te doen? Wat voor gevoel geeft u dan? Hoeveel vrije tijd krijg je in uw agenda? En waar ga je al die vrije tijd aan besteden? Deel met ons jouw meest energie- en tijdsverslindende activiteit via de comments hier onder deze video. En vertel me wat dat je zou doen met al die extra vrije tijd die dat je plots over hebt als je die taak niet meer zou hoeven te doen. Thanks for sharing. Nu donderdag stuur ik je de derde video toe uit mijn Pak die Vrijheid terug serie. In die video ga ik liever een heel pak praktische tips met je delen die dat je kunt inzetten om die vervelende taken te automatiseren. We gaan samen dat automatiseren dus wat concreter maken. Perfect voor jou wanneer dat je minder zou willen werken of wanneer dat je een omzet zou willen verhogen, maar niet harder wilt werken. Dus deel nu hier in de comments welke taken je liever kwijt dan rijk bent. Want zo kan ik mij voorbereiden op onze volgende video. Tot donderdag. Ciao.